Suriname en Guyana bespreken een economische twinningsovereenkomst tussen de landen. Dit zegt de Guyanese president Irfan Ali. Hij sprak gisteren tijdens een ontmoeting met het bedrijfsleven en de Surinaamse regering. De twinning is bedoeld om de economische vaardigheden en het concurrentievermogen te vergroten, waardoor de kosten voor zaken doen tussen de beide landen wordt verlaagd, benadrukt het Guyanese staatshoofd. We reduce and remove the hurdles that exist. President Santokhi put it in a few words when he said, we must dismantle the barriers for trade between Guyana and Suriname. The time has come for us to start to work on dismantling the barriers. And sometimes the media would not capture the essence of the story. But I want to assure you, in Guyana and in Suriname, we have the political will. President Chandrika Prasad Santokhi gaf aan dat de regering een versnelling van de ontwikkeling van het land wil hebben. Het staatshoofd benadrukt dat er geen nationale ontwikkeling zonder internationale toenadering mogelijk is. No, we have friends too. We have neighborhoods. And that was your strategy, to start with communication with your friends. And the neighbors, starting with Guyana. I went personally on the occasion of the inauguration of the president, and we did good business over there. There were two persons there, two presidents, who could feel each other's vision, view, and commitment. And within a couple of hours, we took tremendous decision for the future of both nations. President Chandrika Prasad Santokhi gisteravond tijdens een informele ontmoeting tussen het Surinaams bedrijfsleven en de Guyanese delegatie met aan het hoofd president Ali. De twee staatshoofden hebben besloten om een twinningsovereenkomst te sluiten.